Yo guys, jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. En ik ben Stino en het is vandaag weer tijd voor een fucking FIFA draft. Waar ben ik aan begonnen, ouwe? Serieus. Anyway, we gaan natuurlijk weer een draft spelen. Eerst opbouwen natuurlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Vorige keer was niet heel erg een succes. En dat zal waarschijnlijk vandaag ook niet gebeuren. Maar ik heb weer 500 punten. Er staat, je hebt ervoor gekozen 4 punten te deel te leren. Hè? Ja, oké, daar gaan we jongens. We gaan weer lekker een futdrafje maken vandaag. Ik heb nogmaals geen flauw idee wat ik doe. Volgens mij zijn het ook echt gewoon niet de beste freaking opstellingen. Jezus, wat zijn dit voor opstellingen? Ik wil mijn geld terug. Ik wil echt serieus mijn geld terug. Nu al, want dit is echt ridiculous. We pakken, weet ik veel, deze of zo. We zien het wel allemaal. Maar anyway jongens, vorige keer hebben we natuurlijk ook die futdraf gespeeld en opgebouwd. Serieus? Vorige keer hebben we natuurlijk ook de fit draft opgebouwd en gespeeld. En dat ging nou niet heel erg goed. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik wil weer lekker chagrijnig en zoutig zijn. Laat ik maar gewoon lekker nog een keer een draft spelen en er geld aan uit. Zo. Poep. We moeten natuurlijk ook nog een manager hebben. Oh boy, ik heb zoveel zin in deze manager. Zoveel zin in deze manager, want het boeit niks. Ik ga voor jou omdat je goud bent. Dit is het team, jongens. Kijk, weet je hoe dit voelt, jongens? Dit voelt dus alsof ik vol, maar ook echt vol, een knuppel zo heb gekregen. Spijt me voor de jonge kijkers. Het spijt me heel erg. Maar zo voelt dit. We gaan gewoon spelen. Fuck die shit. Ik zie het wel. Ik heb nog nooit met de spelers gespeeld waarmee ik nu speel. Dus dat gaat heel erg leuk worden. Ik heb nog nooit met de opstelling gespeeld waarmee ik nu speel. En deze man die speelt sowieso meer FIFA dan wat ik doe. De Italianen zijn lekker... Scheids! Mertens! Dybala. Dybala. Dybala! Ik hoor letterlijk geen ene commentator. Oh, die heb ik natuurlijk uitstaan, want zij is super irritant. Gaan. Oké, Mertens. Ik kan alleen maar op jou vertrouwen, want ik weet hoe goed je bent in dit spel. Oh, gedraag je. Gedraag je. Nee, doe me dit niet aan. Nee. Oké, deze man. Die heeft. Oh, my. Oeps. Wacht even, één moment. Deze man, ik weet niet, hij ziet de kansen. Alleen gelukkig is hij dus niet zo erg goed dat hij ze afmaakt. Nee, te hard! Hoe kun je zo'n balletje te hard geven terwijl ik een klein beetje tik? Ik ga erop af. Lekker hoor. Weet je, ik hoef niet eens zoutig te worden. Ik had het kunnen verwachten dat dit zou gaan gebeuren. Ik had het al moeten verwachten met zo'n kutteam dat ik heb. Had je dit gewoon moeten verwachten. Echt. Perfect. Daar besteed ik godverdomme 5 euro voor. 5 euro voor zo'n team. Echt, ik word hier genomen. Oh nee, wacht, mijn portemonnee wordt genomen hier ook. Kijk, er staat niemand vooraan. Behalve die spits en die kale gozer. Oh, hey! Oh, ik zat buiten spel! Ik zat tussen spelers! Boeia! Wat jongen, hè? Kom dan. Kom dan, IE. Kom dan. Hier! Wat een kut goal. Wat is zo... Wat? Mattie! Het
teken was al lang weg. Jezus. Lekker hoor. Ik weet niet wie er in mijn doel staat. Maar die is goed aan het keepen, jongen. Dat wil je niet weten. Oké, jongens. Tweede helft. Kom op. Kom op. We kunnen dit. We staan 1-1. Kom maar. Kom maar. We moeten gewoon weer zo'n actie hebben zoals met Diabala. Valero. Valero. Kale knikkertje. Man! Montelieve. Valero. Wat gebeurde daar allemaal? Mertens. Mertens, Boyerdam! Wat de hel is dat voor pushieschot? Tweede keer nu, hè? Kom op. Ah, kom op. Kom er nou eens doorheen, man. Let op, één keer. Eén keer hoef hij iets te doen. Lekker meegelopen, Mertens. Lekker hoor. Lekker hoor. Kom op. En nu gaan. Nee hoor, want Sergio Ramos staat er. Oh! Kom op, Dybala. Nee! Ik wou nog een stukje naar links doen, man. Waar is hij? Lekker hoor. Oké, okay, hi, hallo. Ja, dit is Santino die aan het editen is op dit moment. Als je kijkt naar deze penalty. Waarvoor hij die penalty geeft. Het is vol op de bal. Ik zweer het, EA. Fix je fucking shit. Alsjeblieft. Ja, meteen weer terug naar de video. Die was yes! Puta! Echt waar, jongen. Ik zweer het, echt waar. En dit slaat echt helemaal nergens op. Fucking hell. Ik snap niet hoe FIFA echt waar. Die penalty, jongen. Dat was vol op de bal, maat. Wat moet nog erger vol op de bal zijn dan? Maar dan doe ik het gewoon nog een keer. Hoppakaas. Ja, en dat is dan... Ja, dat is wel... Fucking hell. Waarom loopt niemand mee naar voren dan? Oh. Echt. Dit spel... Echt. Godverdomme. Echt. Dit is serieus gewoon geld afpakken van je spelers. Ik betaal 5 euro. Ik betaal 5 euro voor je punten. Voor je fucking dure punten. Ja? Dat ten eerste. Daarna geef me nog eens zulke shit opstellingen. Met zulke shit spelers. Dat ik niet kan genieten met FUTDRAF. Dat ik niet kan genieten van mijn FUTDRAF. Waar ik lekker 5 euro aan uit heb besteed. Bedenk even goed. Dat een 3-jarig jochie dit spel ook speelt. Of weet, 3-jarig, nog ineens, een 10-jarig jochie die misschien zijn zakgeld hierin heeft gestoken. Die denkt van, oh, ik moet FIFA punten kopen, anders kan ik dus niet FUTDRAF gaan spelen. En dan zo'n shit opstelling krijgt. Zulke shit spelers. Geen één team of the year. Geen één goede invorm. Zijn sterspeler die krijgt, zijn voorbeeld, zijn Messi, zijn Ronaldo, zijn Suarez, zijn Neuer, zijn weet ik veel wat. En dan nog ook tegen zo'n team moet spelen. Woe, dat ging er even lekker uit. Zo, hoppa, het is voorbij. Oh, wat een kontjeboor was dit, zeg. Echt waar. Zo, de neten. Ik krijg ook nog de klote pakketjes. Wat mij echt geen pleurs kan schelen. Hey, jongens, daar hebben we het, ons pakketjes ook nog eens. Ja, tuurlijk, shit. Dat kunnen we zo wat verwachten. Dit ga ik ook nog wel aan flikken doen, man. Ik hoop dat ik straks nog... Oké, okay, ik heb genoeg munt straks over om gelukkig een draft te doen waar ik geen geld aan uit hoef te besteden. Want dit is echt belachelijk. Gauw pakketje. Ja hoor, niks. Hoppakaas. Dat skippen we ook lekker door. Jup, elk. Ja, boeit me niet. Die ook lekker weg. En deze gaan we ook weg. Zo, want die zit natuurlijk niks in. Het is alleen maar muntjes voor. Dus jongens.
nogmaals weer gefaald in de eerste ronde. Het is echt fucking belachelijk. Echt waar. Mocht je deze video leuk hebben, laat een blauw duimpje achter. Natuurlijk voor meer drafts. Ik weet niet of dat lekker passend is. Maar ja, het zal wel. Zoals ik al zei, ja, dat dus. Ben je nieuw bij mijn kanaal? Zie ik terug mijn kanaal voor minste video's. Abonneer je op mijn kanaal. En jullie bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jou weer terug bij een gloednieuwe video. Misschien wel bij een gloednieuwe FIFA video. Later, jongens.